ben Chris Steenwegen. Ik stond op de lijst van Groen in de kieskring Vlaams-Brabant en ik ben een nieuw verkozen Vlaams parlementslid. Waarom heeft u deelgenomen aan de verkiezingen? Ik heb deelgenomen aan de verkiezingen omdat ik mij bezorgd maakte over het klimaat. Ik heb 3 jongere twintigers thuis. Ik ben heel mijn leven zelf bezig geweest met milieu- en natuurthema's. En ik denk dat het echt een moment was om mij ook politiek te engageren na mijn vroegere engagementen om zeker aan dat klimaat te gaan werken. Hoe is de avond van de verkiezingen verlopen? Oh, zo'n verkiezingsavond, dat is een beetje chaotisch, hè? Je wordt op verschillende plaatsen tegelijk verwacht. Ik heb uiteindelijk toegezegd om op regionale televisie ook aanwezig te zijn. Maar dat liep daar volledig qua tijd uit de hand, zodanig dat ik nadien nog wel naar het Vlaams parlement ben gekomen, maar toen was het hier eigenlijk ongeveer afgelopen. We hebben dan nog wel samen met Ecolo in Brussel nog wat feest gevierd en nagepraat over de uitslagen, want die waren voor ons wat gemengd. Hè. Er waren zeker goede uitslagen, er was wel wat ontgoocheling, omdat we in sommige provincies toch geen vooruitgang hadden geboekt. Maar we waren daar samen met de mensen van Ecolo en die hadden zeker ook reden tot vieren. Bent u tevreden met het resultaat? Ik ben daar niet tevreden mee, nee. Omdat ik echt gehoopt had dat het meer zou geweest zijn, omdat het zo belangrijk is om die groene stem toch meer gewicht te kunnen geven in de politiek. Het is wel zo dat we in Vlaams-Brabant, waar ik opgekomen ben, dat we het wel goed gedaan hadden. Dat we daar wel aan de verwachtingen hebben voldaan, denk ik. En ook met mijn persoonlijke score was ik eigenlijk heel tevreden. Maar globaal gezien had ik toch echt gehoopt dat er een grotere doorbraak zou zijn, dat de winst groter zou zijn. Vooral inderdaad om die thema's meer nadrukkelijk op de agenda te kunnen zetten. Daar zijn verschillende redenen, denk ik, waarom we wat onder de verwachtingen gebleven zijn. Die liggen deels bij onze eigen campagne, hè, waar we zeker steken hebben laten vallen. Anderzijds zijn daar ook een aantal externe factoren waar je wat minder vat op hebt. Bijvoorbeeld ja, het klimaatthema is waarschijnlijk wat te vroeg gekomen. Maar ja, goed, wij zijn niet degene die... Wij waren niet de klimaatspijbelaars. Hè. De jongeren hebben dat zelf in handen genomen, zijn beginnen demonstreren. Dus ja, het is een beetje een combinatie van verschillende zaken. En ook wel, denk ik, de heel sterke polarisatie in de maatschappij, die toch, denk ik, voor een partij die toch ook probeert om eerder verbindend te werken, niet zo gunstig was. Wat zijn uw verwachtingen over uw nieuwe functie? Wat wil ik hier doen in het parlement? De thema's die mij nauw aan het hart liggen, proberen op de agenda te krijgen. Dat zal zeker hard werken worden en is een enorme uitdaging. Ik zal mij voornamelijk met klimaat bezighouden. En de campagne heeft aangetoond, en ook al de periode na de campagne, dat de weerstanden maatschappelijk wel groot zijn. Er zullen veranderingen moeten gebeuren, maar we zullen toch moeten nadenken samen met vele actoren hoe we die verandering kunnen waarmaken zonder een maatschappelijk draagvlak kwijt te raken. Zodat mensen ook wel zien dat het aanpakken van die problematiek, dat het eigenlijk ook in hun eigen voordeel kan zijn, dat een betere toekomst kan teweeg brengen dan dat niet aanpakken. En ik denk dat in de campagne bijvoorbeeld voor ons niet zo geslaagd, ons niet gelukt is eigenlijk om dat heel goed over te brengen, zeker ook de sociale aspecten daarvan. En dus dat wordt denk ik wel de uitdaging om iedereen te overtuigen dat maatregelen, een omslag, een verandering maatschappelijk nodig is. En dat een betere wereld, een betere omgeving en zo kan creëren voor ons allemaal. En we zullen goed moeten nadenken hoe we dat aanpakken. Welke zaken het makkelijkst leiden tot succes op het vlak van klimaat, dan zonder dat we daarmee mensen echt gevoel geven dat we hen straffen of dat ze zich schuldig moeten voelen. Ik vind het zelf heel spijtig dat er zoiets ontstaat als ik voel me schuldig omdat ik een bepaald gedrag vertoon.
Ik ben zelf een gewone burger van dit land. Ik rijd ook met een wagen, ik vlieg ook soms enzovoort. Dat is ook, denk ik, wij leven in de maatschappij zoals die vandaag vorm is gegeven. Het is onze taak, denk ik, als beleidsmakers om te zorgen dat de context waarbinnen we ons gedragen, dat die wel aangepast wordt en dat we gedrag dat eigenlijk wenselijk is om die maatschappij een stuk bij te sturen, dat we dat stimuleren en dat ander gedrag, dat we duidelijk maken dat dat eigenlijk niet meer gewenst of minder gewenst, dat mensen die keuze kunnen maken. Dat wordt een enorm moeilijke opgave, denk ik. Maar we hebben geen andere keuze, hè. We zullen toch gaan moeten beginnen. Zal u uw mandaat combineren met een andere job? Zeker niet. Ik ben parlementslid om voltijds parlementslid te zijn. Ik heb geen andere functie vandaag en ik ga zeker geen andere job daarmee combineren. Ik vind dat eigenlijk ongepast, eerlijk gezegd. Als je parlementslid bent, je wordt daarvoor betaald, dan vind ik dat je tijd eigenlijk volop moet kunnen besteden om dat mandaat te volbrengen. Er is heel veel werk. Mensen verwachten ook dat je niet alleen in het parlement aanwezig bent, maar dat je ook bij hen bent, dat je ook luistert, dat je aanwezig bent. Ook in de campagne is er enorm veel gesproken over de SPA en de decumil in de SPA, maar bij Groen is het nooit anders geweest. Er is altijd een cumulverbod geweest. Vanuit diezelfde redenering, een parlementslid is een voltijdse job. En het is moeilijk om dat te combineren. En ik ben wel vatbaar voor het argument van ja, maar als je lokaal ook een mandaat hebt, dan ken je wel die problematiek. Maar ik denk dat er andere manieren zijn om voeling te houden met wat er lokaal leeft, zonder dat je daarvoor burgemeester of schepen of zo moet zijn. Dus bij ons is het altijd zo geweest. Niemand stelt dat bij ons in vraag. Wil je parlementslid worden, dan sta je je andere mandaten af, uitvoerend. Ja. Wat is de impact op uw sociale en familiale leven? Ik denk niet dat dit zo'n hele grote impact op mijn privéleven zal hebben. Ten eerste, ik heb een gezin met grote kinderen. Die zijn de deur uit, hè, zoals we zeggen. Dus ik hoef daar niet veel rekening mee te houden. Ik had in mijn vorige job ook een heel drukke job. Ik was eigenlijk heel vaak 's avonds weg, ook in de weekends vaak weg. Dus ja, een drukke agenda heb ik altijd gehad, in mijn vorig leven ook, dus dat zal eigenlijk niet zoveel veranderen. Ik vind dat eigenlijk ook heel tof om bezig te kunnen zijn. Ik heb ook een echtgenote die zeer geëngageerd is in allerlei dingen, dus het is niet dat hij thuis op mij zit te wachten, die heeft een heel actief eigen leven. En ik ben heel blij dat ik de kans krijg om nog een aantal jaren via het parlementair mandaat aan te werken aan beter milieu en klimaat en zo. Waarop mag de kiezer u binnen 5 jaar afrekenen? Waarop mag de kiezer mij afrekenen? Dat is een heel moeilijke vraag, omdat ik denk dat hangt een beetje vanaf in welke positie wij ook als Groen terechtkomen. Maar als je in de oppositie zit, dan is het natuurlijk wat moeilijker om dingen gedaan te krijgen. Ik denk dat het alleen mogelijk is om mij af te rekenen op mijn inzet en initiatieven die ik genomen heb. Er zijn zoveel externe factoren die bepalen wat je al of niet kan realiseren. Ik zal heel hard mijn best doen, denk ik, om voor de ideeën die ik heb en die ik wil realiseren, om daar mensen achter te krijgen, om in overleg te gaan met veel partners binnen en buiten het parlement, in de hoop van meerderheden te vinden en coalities die dingen mogelijk maken die volgens mij echt nodig zijn. Als er zo'n aantal dingen kunnen gerealiseerd worden. Mijn grote wens is eigenlijk, en ik vind dat men daar de politieke zijn algemeenheid zou moeten op afrekenen, als we na deze 5 jaar op vlak van klimaat niet echt grote stappen vooruitgezet hebben, concrete stappen, dan hebben wij als politiek algemeen gefaald. En ik hoop dat dat niet het geval zal zijn.